Hey, mensen, welkom. Welkom in Rijd is door Dam. Oh, dit is niet om aan te zien. Onze missie en taak voor vandaag: om dit gat van de stad van file hoofdpijn te verlossen. Rijd is door, man! Veel grijzer en grauwer worden steden in City Skylines volgens mij ook niet. Hey, dit ziet er goed uit. Jullie weten beter, hè? Dit is geen werk van mij. Oh mijn god. Kijk, dit kruispunt. Is niet om aan te zien. Spelregels. De traffic flow van slechts 54% moet 82 worden. En de populatie mag niet onder de 25.000 komen. Appelijke eiken voor de file dokter. Hier wordt de scheid gewoon naast een woonwijk gedeponeerd op een heuvel. Je zou hier maar wonen of werken, hè? Hey, mooi uitzicht. Maak jullie geen zorgen, dames en heren. Ik mag hopen na 1000 uur in dit spel dat we dit vandaag easy gaan klaren. De file dokter heeft het eerste grote probleem gespot. Deze helft en deze helft van de stad worden alleen, enkel en alleen verbonden met dit. Dit is niet eens een kruispunt te noemen, maar dit verbindt de hele stad. Sorry boys, demolition, coming through. Kijk, het is allemaal zweven dan. Yo, fuck it. Police in the air. Oh ja. Even invoegen. Oké, we mogen niet onder de 25.000 pupjes komen. Maar dat wil niet zeggen dat we met onze snelweg door de industrie heen mogen, toch? Sorry. Hele realistische snelwegbocht inkoming. 100 km per uur. Oh, kijk eens mensen. We hebben nu gewoon een snelweg die zo takke 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 tak rechtdoor loopt. Ik wil hier dus een mooi klavertekruispunt maken, zoals die daar. Maar er zit hier gewoon direct weer een snelwegafslag. En wat voor een in de weg. Sorry, voor nu moet ook jij even eruit. Hey mensen, laat ook even één ding duidelijk zijn. We gaan vandaag niet voor een mooi wegennetwerk, maar voor een werkend wegennetwerk. Dat we daar even op één lijn zitten. Nou. Een balzak. Mooi kruispunt. ja, ik keur hem goed. Hoe soepel loopt dit? Rij maar eens lekker door. Ja, ze beginnen te gebruiken. En hier verdwijnen ze allemaal. Hoezo is dat? Stop ermee. Iedereen mag elke kant op waar ze willen. Blij dan? Ja, oprecht. Het heeft gewerkt. En nu pakken ze de buitenste laan om in. Oh god, dat was dom. Nou, ziet er nou uit dat het hier best redelijk doorrijdt. Maar nu heeft het probleem zich helemaal. Oh mijn god, de file staat helemaal tot hier. Ja. Zie ik hier nou ook gewoon een compleet industriegebied wat aan is gesloten met. Oh mijn god, we hebben gewoon min 1000 inwoners. Ik weet niet wat dit allemaal moet voorstellen, maar weg ermee. Hier gaan we even een prachtig tieswerk van maken. Goed, we hebben hier een snelweg het gebied in. En dat lijkt ook, als ik het zo zie, de enige ingang naar het hele gebied. Ja, er is hier niet eens een kleine wegverbinding naar de industrie gemaakt. Laten we dat ten eerste doen. Weet je wat het is met verkeersproblemen in City Skylines? Je moet mensen meer opties geven dan één route. Want dan krijg je een bottleneck, hè? Zo noem je dat. Je woont hier, je ziet hier je eigen werk, maar je moet helemaal de pokken end omrijden. Logisch. Ik voel hier een hele dikke, vette rotonde aankomen. Yes. Daar maken wij gewoon een 3-baan snelweg van. Doorrijden daar zo. Met 100 over de rotonde. Mocht dat in Nederland, maar... Oké. Goed. Dan komt hier afslag industrie. Bam. Wat nou? Oh, die... Oké. Wat? Dit hier wordt de inkomende weg. En dit wordt de uitgaande... Oh, dit is al de uitgaande weg. Lekker. Bam. Hier nog een fijne splitsing. Nou, dat zou het moeten doen voor de industrie. Wat is dit hier? Kijk dan.
Al die hoofdwegen naast elkaar, met overal waar ik kijk gewoon stoplichten. En er rijdt niet eens iemand. Oeh, lekker hè? Ja. Oh, elke keer als ik weer ergens anders kijk, zie ik weer nieuwe problemen. Ik zie ook hier gewoon die complete wijk. Het is één grote file. Maar als ik het zo zie, was dit kleine weggetje was ook gewoon de enige uitgang voor iedereen die hier woonde en werkte. Een hoofdweg van die rotonde af. Bam, helemaal de wijk in. Over het park heen. Door nog meer huizen heen. Alsjeblieft, ga niet onder de 25.000. En dan binden we hem hier met die hoofdweg. Realistische helling. Top. Oh, wow. Rustig. Content. Moeten we de mensen die hier wonen natuurlijk wel de kans geven om daadwerkelijk ook die weg op te kunnen gaan. Oh mijn god, zoveel huizen gaan hier verloren. Weet je, allemaal leuk en aardig die parken, maar het verkeer gaat voor. Dus, nou, top. Kunnen we hier direct even wat nieuwe mensen laten wonen. Oh kijk, het begint al lekker te rijden. 28.000. 27. Oh mijn god, gast, min 4.000. Ik geef mijn kleine kindjes hier even wat meer ruimte om in te voegen. Want dat zijn het letterlijk, die auto's in City Skylines. Kleine kindjes. Snappen er helemaal niks van. Ze zijn echt allemaal van die net geboren bestuurders gewoon. Oké, dit is ook weer een heerlijk kruispunt, Ties. Zo. Hoe rijdt dit een beetje? Oh mijn god. Oké, ze beginnen te gebruiken. Ja, ja. Lekker. Oh mijn god, kijk wat ze die hoofdweg gebruiken. Ja. Wat? Nee joh. Nu al 25.000. Waar is mijn demand ook naartoe? Ja, hier hebben ze ook allemaal klachten hier. Low land value. Zet overal parken neer. Haal het niet in je hoofd om hier weg te gaan. Oh, wat mensen. Kijk dan. Hier is de file gewoon bijna weg. Ja, hier is nog wat hoofdpijn. Maar hier rijdt het gewoon compleet door. Oh mijn god. Oké, het is hier een beetje vast gaan staan. Het is gewoon veel te druk hier. Het is ook de enige ingang nog steeds. Wacht eens even. Voelen jullie me als ik hier een beetje zo de pijl doe? Hoeveel inwoners? Ik ben benieuwd of we dit gaan halen, jongens. Gast, hier, deze hele wijk. Allemaal verlaten. Low land value. Ja, dat is toch niet mijn schuld? Ik moet toch het verkeer fixen? Ik moet toch niet hier? Park, op je neus. Oh, wat? We hebben ook geen geld meer bij. Nou ja, de belasting omhoog ermee. Ik kan ook een lening doen. 200.000. Ik pak hem gewoon. Back to work, boys. Nee, in principe hebben we hier zo aan het uiteinde een perfect plekje waar we door de stroompalen heen een nieuwe hoofdweg kunnen maken. Dan moeten we hier over een scheidrivier heen. Oh, daarom hebben jullie low land value. Jullie wonen gewoon naast de scheid. Hier, een vlotwal. Out of city limits. Een vlotwal. En dat houden wij gewoon een brug, want dan moeten we hier ook nog de snelweg over. Ja, jullie voelen hem, hè? De snelweg over en dan is even een heel lekker plekje uitzoeken om hier die wijk in te denderen. Waar ook echt alleen maar verlaten locaties zijn. Hey, voor Govert zou dit wel ideaal zijn geweest, maar... Waar zit überhaupt die vuilnisophaaldienst? Want ik zie iedereen klagen. Oh, dat zit hier natuurlijk ook in een hoekje gedouwd. Oh ja, en... oh mijn god, dit hele industriegebied is niet aangesloten. Oké, daar kom ik zo op. Weet je wat we hier doen? Ja. Onze goede vrienden van het goede rotondeleven. Tegenwoordig maken we eivormige rotondes. Nice. Hier nog een snelwegafritje. Zo. Out of city limits is ook moker irritant. Want nu moet ik zo'n snelwegafslag maken. Oh, het zit allemaal ook niet mee vandaag, hè. Misschien is dat ook het doel van de challenge. Of kunnen we met de Move It ook gewoon... Oh, kijk eens. Leuk. Ja, ja. Move It, je bent mijn beste vriend. Maar dat wist wel. Knip ik hem hier als het ware even door. Want dan kunnen we hier twee banen maken. Bam. Kunnen ze een beetje opsplitsen. Snapte? Oké, nou, dit zal wel moeten werken, denk ik. Dan zetten we het snelheidsniveau op deze kaarsrechte weg. Op 100. Ja, dit is gewoon een kleine... Ook een snelweg. Zo. Gebruiken ze hem tenminste. En die mensen die hier random wonen, die kunnen er zo op rijden. Oké, nou, laat maar eens lopen. Ik denk dat dit oprecht kapot veel gebruikt gaat worden. Het zal even duren voordat ze het hebben bereikt. Oh, daar komt het al. Kijk eens wat ze eraf komen. Hier, die rotonden worden ook direct flink gebruikt. Dan hoeven ze tenminste niet allemaal nog hier doorheen. Het gaat een beetje die pressure hier van die rotonde afhalen. Waar het trouwens al redelijk doorrijdt. Het is hier nog een beetje een probleem bij de industrie. Zie ik hier. Oké, ze pakken deze nu. Oh, niemand gaat nou meer rechtdoor. Weet je wat? Die hele sliplane. Doei. Jullie mogen hier alleen rechtdoor. Jullie mogen niet die bocht nemen. Klaar. Klaar met het gezeik. Zie je? Nou rijden ze tenminste door. Ja. Ja, kijk, waar is de file?
Kijk hoeveel die gebruikt wordt, mensen. Check dan. Oh, wacht eens even. Die flotwall was wel leuk en aardig, maar het is hier nou gewoon aan het overstromen. Komt hier nog ergens water vandaan? Oh, joh. Komt hier gewoon uit de berg, het water. Er staan ook watertorens bij. Nou. Oh, nu hebben we een waterprobleem. Wat dan? Oh, dat zijn die watertorens hier. En die hebben nou geen stroom meer. En hoezo hebben jullie geen stroom meer? Waar komt onze stroom vandaan? Hier, zonnepanelen op je muil en klep houden. Danken. Oh, mensen, zien jullie wat ik zie? In mijn rechter ooghoek. Nieuwe inwoners, ja ja. Shit, ouwe, dit wordt veel gebruikt hier. Wat is inmiddels onze traffic flow eigenlijk? 70%? Nice. Dit is gewoon de nieuwe Highway 200 hier. Kijk dan hoe het er ook uitziet. Je zou je maar rijden daar in de verte. Ja, nee, dit vind ik mooi. Kijk ze dan allemaal die heuvel opbanjeren met het rioolwater op de achtergrond. Nieuwe dag in Rijtens Doordam. Valt jullie iets op? Mooie pet, hè? Yo, kijkers van Ties Games. En fijn dat jullie kijken naar deze nieuwe... Ja hoor, een fijne sliplane, zoals ze dat wel eens noemen, maken. Kijk eens wat dat stroomt. Ook de mensen hier op de hoofdweg voorrang geven, maar... Story message ziet dan uit dat je het goed doet met het optimizen van de traffic. Ik weet, you might just be the hero that rijdt is door dan niet. Mm-hmm. Hier, have some money to build nice intersections. Ja, ze snappen me, 300.000 piek. Goed, hier, voorrang geven jullie. Dat stroomt al beter, ja. Kijk eens, alleen al dat. 73%! Dan hebben we hier nog dit. Oh ja. Yeah. Misschien is eerst deze bullshit weg hier weg. Zo. Ja, dit zou dan moeten doen, denk ik. Toch? Zo makkelijk gaat dat wegvielen. En hoeveel procent hebben we er weer bij? 1! Hier bij dit geweldige snelweg afslag design ook een kleine file. Wat nou als we er van 3 gewoon eens 2 maken? Oh shit. Dat is ook niet handig, hè. Kom je hier van die snelweg afslag af, is er direct hier weer een dikke grote hoofdweg. Daarvan maken wij eens heel rap een 1. Oh, hier ligt natuurlijk ook nog industrie. Nee, dat helpt. Meer plaats voor le voiture. Top. Oké, wat zie ik hier? Wat is dit nou weer? Oh, omdraaien, boys. Ja, rij maar. Oh mijn god. Wacht, wat? Een hoofdweg. Nog een hoofdweg. Complete snelweg. Snelweg afrit. Komt allemaal bij elkaar daar. Top design. Ten eerste, die onzin gaat dus even gauw weg. Zo. Ik voel hem toch kriebelen. Voelen jullie hem kriebelen? Wat is dit voor gebouw eigenlijk? Huh? Is het een gevangenis? Zijn er nou Govert en Tista? Nee, even serieus. High school, hè? Ja, ik vind het hier een heel mooi stadcentrum met Amsterdamse osso's, maar... weg ermee. Oh mijn god, ze duwen je natuurlijk ook weer aan het einde van die snelweg. Een medical clinic, een police headquarters. Denk, als we dit gefixt hebben, dat het wel... dat we het gedaan hebben. Rotonde. Big ass roundabout. Hier een random hoofdweg. Wat doen al die... vrachtwagens hier eigenlijk? Tuurlijk, joh. Bouw lekker een compleet industriegebied achter een woonwijk. Rijd eens door dan. Blijf me verbazen. Is dit goed genoeg hier? Jullie rotonde aansluiting? Lekker, boys. Ja, dat rijdt wel, hè? Kijk eens wat dat rijdt. Oh, shit, wacht. Ja, dan ga jij maar lekker die kant op. Bam. Iedereen op de rotonde voorrang. Laat maar eens lopen. Volle kracht. Oh shit. Wacht, let op. Ik pak de traffic flow erbij, hè. Jullie zien hem daar. 77%. Die moet dus naar 82. Bijna. Ik denk dat je hem nou gewoon omhoog ziet vliegen gewoon. Let op. Oh, hij gaat omlaag. Natuurlijk. Nee hoor, hij gaat... Oké, hij gaat wel omlaag, ja. Volgens mij hebben we hem zo. 78. Holy shit. Hoeveel mensen lopen hier? Nou, oké, dan hebben we... Oh, hier is nou weer een nieuw probleem opgedoken.
Deze snelweg afrit is toch nog een probleem. Hij connect weliswaar hier een complete woonwijk, een industriegebied. Dus ik vind dat hij nog best goed doet voor zo'n lading. Hier heb je een probleem, hè. Mensen komen de snelweg op en moeten er direct weer vanaf. Daar heb ik altijd een nice trucje voor. Dan kan je gewoon zo rechtdoor knallen. De mensen die rechtdoor willen. Kijk, ze doen het al. Hoe loopt dat? Ja, het is hier gewoon te druk. Het is gewoon dat complete industriegebied. Kijk al die vrachtwagens, joh. Oh mijn god. Oh mijn god, overal. Hoezo zijn er zoveel vrachtwagens in één keer? Kijk, joh. Holy moly. Het is net een bakoptocht. Moet je kijken. Een eeuwigheid aan vrachtwagens. Wat? What's happening? Oh shit. Ja, nu gaat de traffic flow zeker ook weer omlaag. Gast, er staat een hele file de stad in. En uit, trouwens. Oh nee, dat is gewoon druk. Zie je, iedereen hier van die afslag wil hier het industriegebied in, dus... Als ik in mijn vingers knip, heb ik deze verdomde snelweg afslag gefixt. Bah! Nou, ik ben heel benieuwd hoe het loopt. Uiteraard een rotonde. Ik zweer het, mensen, rotondes zijn live. Ik heb hier de opkomende mensen heb ik voorrang gegeven, zodat ze lekker kunnen doorrijden. En dan is er hier een probleem. Als we gewoon eventjes op junctions duwen, zo lekker doorrijden met die handel. Ik weet dat het een kruispunt is, maar je mag doorrijden. Kijk, goed zo. Rotonde er bovenop. Jazeker. Oh, ja, het is gewoon zo druk hier. En ook hier weer zo'n flut kruispunt. Het helpt allemaal niet. Maar het rijdt wel op 10 keer beter zo. Ja, hier een fijne driebaans rotonde. Iedereen op dezelfde laan. Lekker, boys. Oh, oh mijn god. Hier is ook de vuilnisophaaldienst. Kijk dan. Die zit gewoon hier aan de achterkant van het industriegebied. Al die vuilniswagens. Wacht eens even. Wat doen we nou ook eigenlijk moeilijk met één snelwegafslag voor dit allemaal? Hebben we hier nog... Ja, ze hebben er bewust ook weinig plaats voor overgehouden. Want hier zitten we buiten de stad. Kunnen wij nieuwe tegels kopen? Oh, dat kunnen wij. Nou... Dan doen we dat. Dit had ik 10 jaar eerder moeten doen. Maar hier is nog wel plaats voor een extra afslag. Ik ben zo bij jullie terug. Of misschien ben ik nog even niet zo bij jullie terug. Scenario. L-O-S-T. Wat betekent dat? Populatie onder de 25.000. Dit is helemaal niet onder de 25.000. Continue playing. Ja, ik ga nou niet opgeven. Oh shit. Oké, hij gaat... Oh mijn god. Oh mijn god. Ja, er is ook door de hele stad een probleem met ik weet niet wat. Ja, dat is toch niet mijn probleem. Het gaat me toch... Daarom vertrekt iedereen. Ik doe... Ja, ik kan niet tegen mijn verlies. Ah, dat vind ik een beetje oneerlijk, joh. Ik bedoel, ik fix het verkeer. Dat was mijn opdracht. Niet fix het muffe leven van deze inwoners. Ja, kom op, joh. Nou... Hier, rechtdoor met je hoofd weg. Nu kan ik me ook niet meer verrekken. Bam, nieuwe snelwegafslag. Bam! Speciaal voor je... Oh mijn god, ze gebruiken hem direct heel heftig. Dat is goed, dat is heel goed. Fulltime, big time. En waarom remmen jullie nou zo? Waarom remmen ze nou? Oh wacht, ik zie het al. Hier zitten 2 nodes te dicht bij elkaar. Kijk, nu rijden ze door. Top. Ja, nu gaat hij zeker ook weer boven de 25.000. Oké. Geen file meer hier. Geen file meer hier. Oh shit, wacht eens even. Hier bij de rotonde. Kijk wat ze eens gas geven. Plank gas eroverheen. Hoe staat het er hier voor? Ja, beetje file. Is gewoon lekker druk. Hier, allemaal geen file. Allemaal geen... Ja, oké, beetje druk hier, maar het rijdt. Ik denk, als ik nu bij de traffic flow ga kijken, dat we het gewoon gehaald hebben. Oh, en nu zitten we weer dik boven de 25.000. Ja, ammohoela. Ik vind het goed hoor. Oké, hoeveel treffer procent? Please, please. Klik. 79? Ja. Oh. Hier is het nog een beetje druk hier in de wijk. Ja, en hier een route die wijk uit. Nou, daar geef ik ze gewoon wat meer lanen voor. Prima. Een eenrichtingsweg. Oké, dit zal beter moeten werken. Weet je wat? Nee. Kijk die rotonde, lekkere heuvelachtig. Nou, rijd er maar eens overheen, ik wil het wel eens zien. Oh jee. Het is net de rups, weet je wel, van de kermis. Ja. Die gaat ook zo in een cirkel. Vind je niet? Kijk dan, kijk ze gaan. Nou, weg is file. Hoeveel procent is het nou? 81!
Nog één. 83! Ik zag hem, jullie zagen hem, ik keur hem goed, we zitten boven de 25k. Ik zie nergens meer file, ik zie ze overal plankgas doorheen knallen, net zoals wat ik in real life doe. Nee, I drive responsibly. Yo, willen jullie meer file dokter? Meer file oplossingen? Laat dan een like achter, abonneer en dan weet ik dat jullie meer van dit willen. Oh, dat is wel satisfying hoor, kijk ze dan allemaal chasen en doen. Lekker hoor. Het ziet er ook gewoon een stuk minder grauw uit nu. Nou, jongens, file dokter, over en uit.